Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Nick en wij spelen wederom The Legend of Zelda Link's Awakening. De vorige keer hebben wij Canalith Castle weten te veroveren en de 5 gouden plaatjes teruggevonden. Dat zorgde ervoor dat wij de sleutel kregen om deze derde kerker te openen. En hier zullen wij dan ook eventjes heen gaan. Het sleutelfort. Die deur hebben we al eerder gezien. Die hebben we ook in Canalith Castle gezien. Maar eens even kijken wat hier zit. Blijkbaar kunnen wij daar niet verder. Want dat ding houdt ons tegen. Zo'n deuren met zo'n pot erop zijn vrij makkelijk. Gooi er een pot tegenaan en je kunt ze openen. Er is geen sleutel voor nodig of iets dergelijks. En oh, deze beesten. Ik heb dit overleefd. Meestal word ik wel door één van die beesten opgeblazen. En ja, dit heet het sleutelfort. En oh boy. Oh boy. Wat kan ik hiervan zeggen? Over het algemeen is dit het minst interessante. Auw. Minst interessante dungeon die je tegenkomt in dit spel. Want hier gaat het eigenlijk erbij om naar kamers te gaan en daar dan sleutels te vinden. Ah! Een vals schatkist. Yep, die worden ook hierin geïntroduceerd. Oh. Hier kunnen we nog niet echt iets doen vanwege dat die blokken omhoog zijn. Dus dan is de enige keuze om hier naar boven te gaan. Dit is ook een naar iets. Je weet gewoon dat daar iets moet zijn. Dit patroon. Maar het probleem is, je moet die vijand daar verslaan. Wil je dit laten terugkomen? En dat kan nu niet. Maar ja, het nadeel aan het sleutelfort is eigenlijk deze kamer. Hier heb je, je hebt één sleutel nu. Auw. En 4 deuren. Wil je, de enige deur die eigenlijk van waarde is voor voortgang is deze deur. Naar rechts. Hierboven zit ook nog wel een deur dat enigszins van waarde kan zijn. Maar het is niet verplichting. Deze deuren, als je die openmaakt, het enige wat je hierachter krijgt is weer gewoon een nieuwe sleutel. Deze twee. Dus naar beneden en naar links. Laten we dan maar eens hier beginnen. Auw. En ik krijg nog een sleutel die ik dadelijk weer kan gebruiken op iets anders. Maar de enige waarde die hier is, is dat je hier, dat je dus deze schakelaar om kunt zetten. En je hebt daar die elfstandbeeld, maar ja. Maar met die schakelaar omgezet, heb je nu toegang tot dit. En hiermee heb je de stenen snavel. Een stenen snavel is alleen niet verplicht om uiteindelijk het instrument te bemachtigen. Het kan je hints geven, meer niet. En dat is een beetje jammer aan dit. Ook hier hebben we nog een schatkist. Maar de inhoud van deze schatkist is niet een sleutel om verder te komen. Het is de kaart. Het is niet erg om de kaart te hebben.
Want zoals je ziet, dit ziet eruit als één hele grote sleutel. En dit als een kleinere sleutel. Maar ja, daarom heet het ook het sleutelfort. Wederom, een kaart is niet verplicht. Iets wat ik eigenlijk nog nooit aan gedacht heb. Kan deze? Waarom is het nuttig dat die kan verplaatsen? Want als je hem van hieruit komt, duw je hem alleen maar hierin. Dan kom je er niet. En als je hier al kunt komen, kun je net zo goed... ik weet het niet. Soms zijn dingen niet de meest logisch. Ja, nu heb ik even geen zin om jullie te verslaan. Oké. Maar omdat ik toch wel enigszins compleet wil zijn... ga ik toch deze twee kamers even in. En die beesten zijn ontzettend naar. Auw, auw, ik was weer niet aan het opletten. En daar, dan kan ik jou daarheen sturen. Zet ik jou daar weer terug. Oh, dit was te laat. Nou ja, ik weet dat jij daar weer terecht gaat komen. In ieder geval één stukje power. Eigenlijk heb ik daar hier niet zoveel aan. Uiteindelijk moet ik hem hebben. En nee, jij gaat niet de afgrond in. Oké. Ja, dit is ook een van de nare, want je krijgt eigenlijk alleen maar een sleutel, alleen om een sleutel terug te krijgen. Maar ik wil niet de hele tijd gaan klagen over deze dungeon. Want er is iets waar ik nog anders ook nog over wil praten. De vorige keer had ik al aangegeven... Of heb ik al het over de componisten van dit spel gehad? Ik heb geen bommen meer. Dat is een beetje naar. Dan moet ik het maar zo doen. Potten zijn ook hele sterke wapens. Beter dan bommen zo te zien. Maar hier heb ik weer een paar bommetjes. Een van de componisten, zoals ik al zei, was Minako Hamano. Minako Hamano is hoofdverantwoordelijke voor alle muziek hier in deze kerkers. En dit is iets wat bij Link to the Past ook, Link to the Past nog niet gedaan werd, maar bij Link's Awakening juist wel. Iedere kerker heeft zijn eigen muziekthema. Omdat de kerkers al sowieso al een thema hebben. Net zoals bij de eerste Zelda game. Waarbij de grafische kwaliteiten erg beperkt waren. Dus het thema zat meer in de vormgeving van hoe de kamer layout is. In dit geval dus een sleutel. En de vorige hadden we staartspelonk. Dat zag eruit als een staart. En je had een geestengrot. Wat eigenlijk een fles was. En daarmee had je al eigenlijk thema. Want ja, de Game Boy had gewoon niet genoeg grafische krachten om visueel andere thema's te maken. Maar wat het wel had, was voor iedere kerker had zijn eigen muziekstuk. Dat je hier dus ook weer
terug kunt horen. Iedere kerker heeft zijn eigen thema. En dat vind ik zo prachtig, want hiermee geven ze toch weer iedere kerker een eigen identiteit. En dat is, naar mijn idee, zo fantastisch. Kunnen ze dat niet visueel doen, dan geven ze het identiteit wel in de vorm van muziek. Natuurlijk, bij de DX-versie hadden ze wat meer grafische kracht, dus ze konden ook met kleuren toen werken. En nu hier hebben ze nog meer grafische kracht, dus waardoor visueel deze kerkers ook hun eigen, ja, toch weer een eigen thema krijgen. Nope. Ben ik nog op tijd? Ja, ik ben nog op tijd. Ja, ik heb hartjes nodig. En bommen is ook goed. Oeh ja, bommen moet ik ook heel erg hebben. Oeh. Want het is weer tijd om op jacht te gaan naar... naar sleutels, zoals dat is. Maar ik vind het heel erg prachtig dat iedere kerker zijn eigen thema heeft. Daarbij alle eindbazen... die beesten weer. Kan ik misschien vanuit een andere... Ik heb niet genoeg bommen, dat is het hem. Ik heb zo niet genoeg bommen. Maar ik kan wel dit doen. Hier alvast heen gaan. Auw, auw. En... Oh boy, die gasten. Die moet je van je af zien te houden. In tegenstelling tot... Ah! Blijf weg! In tegenstelling tot die anderen die stuiteren... Ja, hebben die een aftelmechanisme. Hallo? En dit is het kompas. Maakt een geluid. Oh ja. Yeah. Ik moet op een of andere manier meer bommen weer zien te vinden. Hoe ga ik dit het makkelijkste doen? Want ik moet hier behoorlijk veel bommen gebruiken. Maar goed, de andere componist, Kazue Ishikawa, was vooral verantwoordelijk voor de overworld thema's. Oeh, hey, bye! Ah! Kijken. Oeh. Ah. Net iets te dichtbij. Niet dichtbij genoeg. Dat was juist de afstand. Oeh. Gelukkig hoefde ik daar geen bommen voor te gebruiken dan. En met deze had ik juist weer, ja, zij was, wat ik dus even op terug wil komen. Ah! En dat is een kistje daarboven. Nou, we kunnen niet naar onder, we moeten wel doorgaan. Oeh! Niet mee raken, alsjeblieft. Oh, ja. Ja, bommen, die had ik nodig. Ah,
bekijken. De twee zwarte monsters zijn te verslaan door ze iets explosiefs te voeren. Oké. En wat zijn die twee zwarte monsters? Dit is een interessant iets. Hier zie je een kamer. Aan deze kant zie je een breuk. Maar hier hebben we net het kompas gehaald en hier zie je die breuk niet. Toch zal ik aan deze kant een bom moeten leggen om dan ook de deur te openen. Maar daar komen we dadelijk nog wel eventjes op terug. Ik heb nu gelukkig weer wat verder roepies. Ik moet eigenlijk nog sleutels hebben. Volgens mij moest ik 4 sleutels hebben. Deze kan ik niet. Uiteindelijk. Nou, dan ga ik eerst maar eens hier even door. Want hier had ik die bommen voor nodig. Dit zijn... naam vergeet ik even. Volgens mij zijn het ook wel dodongo's. Oh nee. Ja, dat werkt dus niet. Op een gegeven moment, als je ze eenmaal gevoerd hebt, houden ze hun mond stijf dicht. En dan kun je er een bom voorleggen, maar die eten ze dan niet op. Je moet weer wachten totdat ze beginnen met happen. Voordat je weer een bom er neer kunt leggen. Welke kant ga je op? 3 bommen, meer dan genoeg. Dit is hetzelfde effect als de dongo's. En zoals je kunt zien, dit is de midboss. Mocht je niet genoeg bommen hebben, hiermee kun je altijd het speelveld verlaten. Je bent nooit gevangen in deze ruimte. Je zit daar dus nooit opgesloten. En... yeah. Yay. Oh, dit zijn de Pegasus laarzen. Oh, dit vind ik ook weer zo... Dit is iets wat toegevoegd is aan dit spel. Maar luister eens goed. Hoe gebruikte ik hem ook alweer? Oh ja, L. Hoorde je dat? Eventjes ruimte maken. Dat ik weer... Je hoort hier al eigenlijk de voetstapjes van als Link loopt. Maar dit is zo schattig. Dat gepetter! Dat vind ik... Tikkedikkedikkedik. Oh, wederom. Hoor je dat? Daar zit weer zo'n... Al was het eigenlijk ook wel enigszins duidelijk om vanwege de... Oeh. Vanwege de... Ja, die... lampen. En aan deze kant heb je hier één hele grote pijl zitten. Auw! En tik met je zwaard tegen verdachte plekken op de muur. En luister of het anders klinkt. Maar goed, hier heb je één hele grote pijl. Dus dat. Maar eigenlijk ook weer één quality of life voordeel. Vanwege dat de Pegasus boots, Pegasus schoenen... Ja, niet meer een item is die je aan I en X hoeft toe te kennen, is dat zoveel voordelig. En wat je ook zoiets hebt, en dit is iets wat Link's Awakening voor de Game Boy deed, omdat je knoppen niet meer verplicht vast had aan een zwaard, kon je dus meerdere knoppen, of kun je 2 andere items, wat geen zwaard en geen schild was,
kon je dus toewijzen en die combineren met acties. Zoals bijvoorbeeld hier. Pegasus schoenen laat je een stuk verder springen. 3 gaten in plaats van de normale 1 of 1,5 die je... Hoppa! En dat is de... En dat is de nachtmeriesleutel zelfs. En dan hebben wij nog 1 te gaan volgens mij. Oh. Ik. Zoals we net gezien hadden. Hier zit een deur achter. Ik ga even daarheen. Mooi. Oeh, ben ik veilig. Maar het ding is. Wij hebben 4 sleutels nodig. Ik heb nu. Op de kaart moet ik hebben. Eigenlijk alle kamers doorzocht. Behalve dan daaronder. Maar zoals we zien. Is hier nog 1 schatkist. En hier nog 1 schatkist. Wij zullen dus terug uit moeten gaan naar het begin van de kerker. Om ja, eigenlijk de schatkisten te vinden. Ah! Die zols en die gels zijn irritant. Dit is de enige keer waarbij je echt, naar mijn mening, de. Ja, eigenlijk de teleportaal. Nodig hebt. Nee! Oh, dit is vrij moeilijk te maken. Ah! En als je de... Ja, hier heb je wel een zwaard nodig. Omdat je een dash moet maken. Wil je die vernietigen. Want zoals je al zag, je kunt ze met een zwaard vernietigen. Maar het is wel heel erg lastig, want je. Er zit een. Oeh. Nu heb ik. Hè? Geldt dit als beide? Nee, waarschijnlijk niet. Nou heb ik jou. Kan ik hier erdoor? Nee, dat kan. Dat wist je al dat je daar niet door kon. Dit is iets waar vele mensen toch wel enigszins teleurgesteld over waren. Want ze dachten eerst, dit zijn kristallen. Maar eigenlijk is dit net een soort van ballonnen. Die rubberen ballonnen waarmee je dus in één keer door... Wauw, dat was nog eens een effect. Dat was nog eens een effect. En dan hebben we nu ook hier alles verslagen. Maar goed. Ja, even nog terugkomen op die thema's van die kerkers. Oeh, 300 roepies. Dat is een gouden roepie. Of een gele. Ik vind het heel erg prachtig hoe ze dus die thema's hier opgezet hebben. En nu met de Switch, dat kun je dat visueel ook doen. En is gewoon zo mooi. Iedere kerker heeft dus zijn eigen muziek, zijn eigen murengrafische stijl. Maar ook de eindbazen in die kerkers zijn thematisch gericht op deze kerkers. Nou ja, steeds wat minder. Maar als je bedenkt welke sleutel je nodig had om überhaupt eer in deze kerker te komen... Dan zul je dat wel zien, want bijvoorbeeld Moldorm in de eerste kerker, dat was in de staartspelonk. En bijvoorbeeld de geest in de geestengrot. Deze zijn nu ook een stuk makkelijker, omdat je nu zo rent, hebben zij niet meer de tijd om... Weg te gaan. En daardoor ook een stuk
stuk gemakkelijker om te grijpen. Hier zit nog een sleutel in. Maar wij hebben geen deur meer om die sleutel op te gebruiken. Dus je zou waarschijnlijk denken van, hé, waarom heb ik één kleine sleutel te veel? Dat heeft wederom te maken met dat deze vier kamers alleen deze nuttig is voor voortgang. En je kan, als je hier voor de eerste keer komt en je weet dus niet waar je welke kamers dat je heen moet gaan, kun je dus deze deur als eerste openen. En dan heb je dus hier drie kamers die je eigenlijk nooit te zien krijgt. Omdat je hier geen omdat je hier eigenlijk alleen maar een extra sleutel krijgt. En je zult dus dan ook mogelijk wat schatkisten hebben die je niet kunt openen. Omdat hier het enige kristal zit. Daarvoor is deze ene overgebleven sleutel, zodat je toch nog terug kunt gaan om hier die drie extra sleutels te kunnen veroveren. Ja. Het is. Ik weet niet. Daarom vind ik. Het is een van de redenen waarom dat de. Ja, het sleutelfort niet een van de meest favoriete dungeons in. Of een van de minst. De dungeons is. Die ook maar enigszins. Die je kunt zien. Na 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 na. Ik zie jou, maar jij ziet mij lekker niet. Na na. Werkelijk waar, zien wij jou niet. We zien daar op de grond, zien wij toch nog een soort van schaduw. Hoe kunnen we hem omlaag krijgen? Nou, heel gemakkelijk. Door hem naar onder te dumpen. En een reuzenzol. Ja, deze groene dingen, die zijn zols genaamd. En ik zei al eerder van dat iedere, ook de eindbazen, ook enigszins thematisch gekoppeld zijn aan hou. Ja, als ze neerkomen, dan word jij eventjes verdoofd, zodat de tweede nog bovenop jou kan vallen. Maar ja, als je er eentje verslagen hebt, dan boeit dat niet meer zoveel. Maar bedenk, wij hadden een oogsleutel nodig om hier binnen te komen. En deze gast is eigenlijk één heel groot oog. Dus vandaarom is ook deze reuzenzol nog thematisch gekoppeld aan deze dungeon. Aan deze kerker. En dat is gewoon zo, zo fijn en zo prachtig hoe ze dit opgezet hebben. Je hebt een extra hartje gevonden. Je hebt nu meer hartjes dan voorheen. Oké. En ook weer gevuld. En we hebben nog altijd daarboven in de hoek een extra kleine sleutel. In de Game Boy versie was ook al de reuzenzol. Maar in tegenstelling tot de geest en moldorm is bij de Switch versie de reuzenzol iets wat moeilijker gemaakt. In de Game Boy versie was hij namelijk iets wat makkelijker. Nou ja, hij nam nog wel veel ruimte in, maar eigenlijk het verschil was dat er vier fakkels in stonden. Die heb je in de Switch versie niet meer. Maar als de reuzenzol in tweeën gesplitst is en omhoog springt, dan is er altijd maar eentje die omhoog springt. In tegenstelling tot bij de Switch versie, waar ze allebei omhoog springen. En als de eerste jou al verlamt, dan zal de tweede bovenop jou vallen. En dat heb je bij de Game Boy versie, heb je dat juist niet. Maar dit is toch wel een behoorlijke wijziging in de tactiek van de reuzenzol. Yep. Heb ik eigenlijk ook alle schatkisten nu gehad? Daar ziet het dan uit.
Daar ziet het naar uit. Ja, ik heb alles. Dus laten we ons volgende instrument dan maar voor eens opeisen. Waterval. Verborgen achter de waterval. Oehoe, hoeveel instrumenten heb je ondertussen? Zodra je ze allemaal hebt, moet je ze bij het ei bespelen. Alleen dan zal de windvis ontwaken en kun je het eiland verlaten. Maar dat is toekomstmuziek. Nu moet je eerst naar je volgende bestemming. De Jana-woestijn. De monsters onder het zand zullen je verder leiden. Oehoe, oehoe. De monsters onder het zand. Maar die mysterieuze stem die we net hoorden, die had het over een waterval. Waterval in een woestijn? Dat klopt niet helemaal. Maar dat zullen we de volgende keer wel bekijken. Als jullie deze video leuk vonden, laat dan een like achter. Als jullie het niet leuk vonden, laat dan een dislike achter. Ik zou het ook op prijs stellen als je me kunt vertellen waarom je het niet leuk vond. Zodat ik mij mogelijk zelf kan verbeteren. En anders hoop ik jullie gewoon de volgende keer weer te zien. Ik hoop dat jullie genoten hebben als we de volgende keer de woestijn gaan opzoeken. Bedankt voor het kijken. Doei!